Dat was ook het moment dat zij zoiets had van, stop even, nu wil ik eruit. Ik wist echt niet waar me overkwam. Help me, help me, help me. Hey, ik ben Sima en tof dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van First Fear. In dit programma overwin ik iedere week met iemand zijn of haar allergrootste angst. Het is tijd om al deze angsten aan de kant te zetten. Dit is First Fear. Ja, deze week is het de beurt aan mijn girl Femke. Hey. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, goed, goed, goed. Ja, wat zijn nou je angsten? Geiten. Wat ik heel eng vind aan geiten is dat ze zijn zo onvoorspelbaar. Ze kunnen ineens alles bij je gaan doen. Ze kunnen je kleding opeten, ze kunnen aan je gaan likken. Ja, ik vind het wel een bijzondere angst, want ik associeer geiten echt met mijn verleden in de koeien- en kinderboerderij. Gewoon hartstikke lief en leuk en... Totaal geen angst voel ik daarbij. Vroeger toen ik klein was, toen is mijn oma ook achtervolgd door een geit en kleding opgegeten en al dat soort dingen. Gewoon echt aangevallen door een geit? Ja, niet aangevallen, gewoon achtervolgd. Nou, we zijn hier vandaag om jouw angst te overwinnen. We staan op een geit. Ik ben echt bang, ik hoor ze Je hoort ze op de achtergrond en ik ruik ze ook, zeg maar. Ja. Maar we staan dus inderdaad op een geitenboerderij om voor je angst af te helpen. Ben je er een beetje klaar voor? Ik ben er wel klaar voor. Ik hoop niet dat er echt superveel geiten bij elkaar staan en dat ik echt omringd ben door 100 geiten of zo. Dat vind ik echt heel erg. Hi, Sima. Hoi. Hilze. Hey dames, jullie zijn van de geitenboerderij. Ja. En Femke die is bang voor geiten. Dat is echt haar grootste angst. Kunnen ze aanvallen bijvoorbeeld? Nee. Ze zijn van nature wel heel nieuwsgierig. Dus ze zullen wel altijd naar je toe komen. Ook gewoon even snuffelen, even knabbelen. Maar echt aanvallen, nee. Okay. Nou, dan gaan we pakken aantrekken. Ja. Helemaal goed. Helemaal goed. Gaan we doen. Gaat je mooi staan. Ik denk bij jou ook. Ja, die laars ook. Ik denk het ook. Femke Louise! Ja, we gaan zo meteen rustig aan beginnen met Femke, want ze is wel zenuwachtig. Weet je, dus we moeten het ergens eventjes gaan opbouwen. Klein geitje, schattig, 3 maandjes oud. Ik ben benieuwd hoe ze erop reageert. Ik hoop dat ze het ook leuk vindt. Die kant op. Die kant op. Ja. Kijk nou. Ja, durf je naar me toe te komen? Deze is wel schattig, ja. Ja. Nee, staat er niet bij. Nee, deze is wel schattig. Ja? Deze is wel schattig. Oké. Mag ze deze ook vasthouden? Ja, deze hoor. Durf je dat? Zo? Van het akkoord, ja toch? Durf je gewoon echt aan te raken en zo? Ja, deze is klein. Wacht ervoor. Nou, ik voel wel de botten en zo. Ik voel het niet eng. Nee, ik voel niet eng dat hij aan me ging snuffelen of iets. Nee, maar deze was nog rustig. Die babytjes en zo, dat is gewoon echt heel lief. Maar... Ja. Oh. Oh my god. Oh shit. Ik gooi je mee. Dat gooi je te zeiken. Wat een disrespect, jongens. De eerste stap vond je niks, Femke. Maar sorry, dit was het natuurlijk niet. Be prepared, want je staat zo tussen honderden geiten te wikkelen. Waar ligt voor jou de grens? Dat je mij in een hok zet met 100 geiten en dan gewoon in het midden van de stal of zo. Oké. Ja. Oké. Dat is echt jouw nachtmerrie, zeg maar zo te zeggen. Oké. Vertrouw je mij? Ja. Oké. Eventjes. Blinddoeken? Oh nee. Ja. Eventjes. Het is gewoon eventjes. Niet in, nee. Maar ik ben met jou, hè? Niet in die stal, toch? Maar ik ben met jou. Je moet me echt vertrouwen. Echt vertrouw mij hierop. We zijn hier om angst te overwinnen. Je moet me vertrouwen. Oh nee, ik vind het echt heel erg. Ik hoop echt niet dat ze hem hiervoor gaat haten. Ik vind het zo'n lieve meid en alles. En shit, het is gewoon haar grootste nachtmerrie. Echt. En ik zei nog, vertrouw je me hierop? Ik hoop echt dat ze hem niet gaat haten. Sorry, Femke. Sorry. Het is fucking eng. Oké, komt goed. Komt echt goed. Nee, dat is echt niks. Ik schijt ook hoor. Oké. Ja, loop jij dan zo? Ik kon een beetje spieken, zeg maar, vanuit die blinddoek. En het eerste wat ik zag, was gewoon zo'n geitenkop. Ik schrok zo hard. Ik moest gewoon weg. Hou hem dicht. Nee. Komt echt goed. Oh mijn god. Oh mijn god. Floor? Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Jij kan dit, kom. Oh mijn god. Hey. Oh, mijn god. Oh, mijn god.
zo. Oh nee, nee, nee. Oh mijn god. Nee. Nee. Nee, we kwamen er allemaal geiten bij. We gingen aan mijn kleding knagen en zo. Ik dacht, ik moet echt weg hier. Ik kan er niet meer aan. Dit ik wil dit echt niet. Dit wil, nee, niet dit wil ik niet. Dit stop wil maar, stop maar. Dit wil ik echt niet. Dit wil ik echt niet. Ik zweer het je. Ja, dit is echt te ik veel. Vind dit echt te eng. Ik wil dit echt niet. Ik stop zweer. Maar, nee, dit is echt too much. Ik ben echt bang. We hebben daar misschien een paar tellen gestaan, maar ik moest er gewoon uit. Want ik, ja, ik werd gewoon helemaal gek in mijn hoofd. Ik moest weg. Femke, dit was al best wel heftig. Ja, ja. Best wel eng ook. Maar hier blijft het dus niet bij. Oké. Okay. We gaan nog een stapje verder. Oké, okay, wat gaan we doen? Dus we gaan ze nou gaan we ze uit de groep halen. We gaan ze allemaal hier naar de melkstal brengen. Oké. Okay. En dan gaan we ze melken. Dus wij moeten ze gaan halen? Ja, uit hun stal? Samen al deze met ons. Honderden geiten? Ja. Zo. Zo. Kom aan, kan niks gebeuren. Kom Fem, ik hou je wel vast. Ja. You can do this. Kom. Hé, hey, hé. Hey. Oh mijn god, ik vind de tering eng. Oh, je ah, woehoe, woehoe. Kom maar, die kant. Ja, kan je me aankijken? Lopen, lopen. Kom maar, die kant. Lopen, 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 lopen. Oh mijn god. Hé, hey, deze is eigenwijs. Oh mijn god, ja, ja, ze gaan niet luisteren, hè. Het ging echt best wel goed, dacht ik. En ineens, ik kijk naast me en ik zie honderden geiten mijn kant op rennen. Die van Femke, ik denk, dit gaat niet goed. Hé, hey, er komen kapot voor terug. Waarom? Ik ga mijn haar echt als hey, ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil weg hier zo. Waarom komen er zoveel deze kant op? Oh mijn god, ik wil echt weg, ik wil echt weg. Oh mijn god, ik wil echt weg, ik zweer. Echt, ik wist echt wat me overkwam. Dan moet je voorstellen, je staat in de stal en je ziet honderden geiten in een best wel relatief kleine ruimte jouw kant op rennen. Help me, help me, help me, help me. Ja, dat was ook het moment dat zij zoiets had van, ho, stop even. Dit is, dit, nu wil ik eruit. Kom, ga maar bij het trek, ga naar het trek, ga goed klimmen. Oh mijn god, ik wil niet. Kan dat gewoon? Ja, nee, doe maar gewoon. Dit was wel echt heftig. Dit eerlijk? Echt, dit was echt heftig, man. Eerlijk, wat ging er door je wat heen? Wat er door me heen ging? Ik voelde je alleen maar trillen en gewoon... Ja, echt gewoon angst. Gewoon echt bang. Gewoon echt... Ik was zo snel mogelijk weg. Maar ik ben echt fucking trots op je dat je dit wel hebt gedaan, man. Thanks, man. Femke, hoe voel je je? Ja, dubbel. Blij dat ik het heb geprobeerd, in ieder geval. En ook blij dat ik het heb gedaan. Ik had sowieso niet echt verwacht dat ik tussen 200 geiten werd gedropt. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Ja, maar ik heb het wel gedaan en het zal op de kinderboerderij vast wel beter gaan als er maar 5 staan. Dat bedoel ik, ja, dat bedoel ik. Kijk, en het nog steeds positief. Ik ben echt heel erg trots op je. Je hebt het gedaan. Thanks, heel erg bedankt. Ja. En ja, vond jij dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren. Wij gaan even bijkomen. Ja, wij gaan bijkomen. En ik zie jou heel snel weer. Later.